Rick, na de wedstrijd tegen Fortuna zei je dat er werk aan de winkel was. Je hebt daarna twee oefenwedstrijden kunnen spelen. Heb je daar een beetje die verandering in gezien die je wilde? Zeker. ADO hebben we gespeeld, weliswaar de wissels van ADO aangevuld met een aantal jonge gasten. Maar de dingen die ik wilde zien, heb ik gezien. En eigenlijk datzelfde in de wedstrijd tegen Go Eagles. En het is natuurlijk fijn als je twee keer een winstpartij boekt. Ja. Hoe is het verder gaan hier in Overweg de afgelopen weken? Ja goed, we hebben natuurlijk gewerkt aan de zaken zoals besproken naar Fortuna. We moeten en dodelijker zijn voor de goal. En we mogen natuurlijk niet zo terugvallen als team. Nou ja, goed, daar hebben we veel over gesproken. Daarbij heeft de groep antwoord gegeven door veel energie te geven, maar door ook uit te spreken in het team te zijn. Ja, en nu moeten we dat laten zien in de Kuip. Ja, want je geeft zelf een beetje aan, ook naar Fortuna zei je dat er een soort van twijfel in de ploeg kwam. Ja. Hoe probeer je dat dan te voorkomen op het trainingsveld, dat nu gaat gebeuren in die wedstrijden? Nou, hele duidelijke afspraken maken aan de voorkant natuurlijk. Hè. Dus er zijn een aantal scenario's in een wedstrijd waarin dingen kunnen gebeuren. Dit was een scenario dat je eigenlijk moet uitlopen, dat lukt niet. En de ploeg gaat op twee gedachten hinken. En het valt uit elkaar, waardoor het natuurlijk op de tribunes het gewoon heel slecht uitziet. Ja, dat mag niet meer gebeuren. Nee. Zondag is dan Feyenoord de tegenstander. Zij zullen waarschijnlijk een ander spel spelen dan RKC en Fortuna. Ja. Wat verwacht je van hun? Feyenoord is een goede ploeg. Feyenoord staat niet voor niks in de halve finale van de Conference League en doet het goed in de competitie. Maar dat maakt het ook wel een mooie uitdaging natuurlijk. Omdat wij willen wel ons visitekaartje afgeven in de Kuip en daar gaan we alles aan doen. Ja. Zij zullen waarschijnlijk ook iets anders spel spelen dan RKC en Fortuna. Misschien iets aanvallender is. Kan dat in jullie voordeel komen? Nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Misschien doel je op dat we gevaarlijk kunnen zijn in de counters. Dat is natuurlijk zo, maar we willen ons niet verstoppen. We willen zelf ook iets laten zien aan de bal. En we weten dat het een wedstrijd is die leeft in Utrecht, ook bij onze supporters. Dus we willen gewoon goed voor de dag komen daar. Ja, wat hopen dat je dan jouw ploeg gaat laten zien in de Kuip zondag? Allereerst een goed resultaat, maar ook goed voetbal. Hè? Dat we niet zeg maar, alleen maar aan het teruglopen zijn of aan het verdedigen zijn. Nee, dat we zelf ook initiatief nemen aan de bal. En waar we kunnen om een paar keer toe te slaan in de omschakeling natuurlijk. Ja, je hebt zelf als speler ook een paar keer deze wedstrijden gespeeld in de Kuip namens FC Utrecht. Ja. Wat geef je dan mee in die ervaring die je hebt? Nou ja, allereerst ben je speler en moet je van elke wedstrijd genieten. En zeker ook in de Kuip. Maar belangrijk, wat ik vind richting de spelers, is dat ze met ballen moeten spelen. Hè. Dus niet geïntimideerd raken door wat dan ook, maar echt laten zien dat wij een goede ploeg zijn en dat wij daar naartoe gaan om een resultaat te halen. Ja. Ik zag Henk Veerman hier ook weer op het trainingsveld. Hoe is het verder met de fitheid van je selectie? Nou, niet top. We hebben een aantal twijfelgevallen. Heer de Tavis is een twijfelgeval en Bart Ramselaar is een twijfelgeval. Mark van der Marel zal afwezig zijn, net als Mimoun Mahi en Henk Veerman. Dus uiteindelijk hebben we wel een lijstje waar we of niet uit kunnen putten of die twijfel zijn. Succes zondag. Dankjewel.